in actie. Ja, terug bij Cultuur in Actie, wederom de livestream. Ik was me net aan het voorstellen aan een volgende gast, die ik eerlijk gezegd niet kende, Mees. Nee, Mees, hoe heet je verder, Mees? Ik heet officieel, ik weet niet waar ik naar de camera moet kijken, ik kijk gewoon naar jou. Ik heet kijk officieel Mereltje van Laken. Mereltje van? Laken. Maar dat wil ik nooit verder vertellen, want okay. Dat vind ik zo erg. Waarom is dat? Ja, Mereltje kan natuurlijk ook gewoon Merel zijn, toch? Ja, ik heb er een voorstelling aan gewijd zelfs, aan die naam. Dus waarom? Laten we daar vooral niet over. Wat is er mis met die naam? Ja, ik voel me een adelaar. En niet een klein angstig vogeltje die onder een struik zit te wachten tot het voorbij is. Ik wil... Oh, oké, okay, dat begrijp ik. Snap je? Je wil zweven. En vliegen en gaan. En dat doet een... Een mereltje, voor mijn gevoel niet zo. En wat doet jou zweven, vliegen en gaan? Muziek en theater. De kunst. En daarvoor ben ik hier. Vandaag. Ja. Want je treedt op in je eentje. Ja. Sinds wanneer wist je dat je met muziek, dat muziek iets was waarmee jij verder door het leven... Toen ik 2 was. Toen je 2 was? Ja. Ja, mijn vader die maakte opnames met cassette recorder van mij en mijn zus. En dan vroeg hij altijd, wat wil je doen? En dan zei mijn zus stevast iets vertellen. Die is schooljuf geworden. Ah. En ik zei stevast liedjes zingen. En dat is je, gewoon dat is nooit meer uitgegaan. Nee. En je begeleidt jezelf daarbij op gitaar. En waar doe je dat dan? Dat doe je in theater. Nou, dat is... ik heb natuurlijk op een gegeven ogenblik... ging ik ervan uit dat ik een grootste mislepende carrière zou gaan krijgen... Wanneer was dat gegeven moment trouwens? Ja, nou, een aantal jaar terug. Ja, ja. En toen ben ik naar Utrecht verhuisd om dat, dat te gaan doen. En gek genoeg belde Carré dus niet. Dus ik heb toen zelf, samen met mijn partner, heb ik ons eigen kleine Carré gebouwd. In de vorm van een vogelhuis, want die heet toch Mees. En ik speel in dat kleine vogelhuisje, speel ik kleine intieme voorstellingen. Dat is wat ik maar het allerleukst vind. Maar dat klinkt vind. Dan weer niet als vliegen, zweven en... Dat is een leuke. Ja, juist wel. Want wij trekken dus met onze kampeerbus en het vogelhuis daarachteraan, trekken wij het hele land door. En dan spelen we op allerlei festivals de hele dag. Dat is altijd wel pittig. Vele voorstellingen, 18 voorstellingen op een dag. En dan 's avonds sta je dus bij je eigen... Acht tot 10 voorstellingen per dag. Ging even helemaal niet... Ik drong het tot me door. 8 tot 10. Ik had net een buddy hier en die riep... Nou ja, in het eerste geval gaan we er dan 3 op een avond spelen. Ja. Jij deed er 8 tot 10 ja, op een dag. Ja, die zijn maar een half uur dan. Ja. En ja, jeetje. En ja. En nu? Ligt dat stil? Ja, nu 0. Ja, want ik werk, ja, ze noemen dat buitentheater. Dus veel dingen op festivals, kleine evenementen. Dus met die verschillende, ik heb inmiddels 3 van die theatertjes die ik op allerlei manieren kan inzetten. De grootste kunnen 40 bezoekers in, de middelste kunnen 15 bezoekers in. En de kleinste, daar kunnen mensen eigenlijk aan de balie een liedje afhalen. Het is enorm intiem eigenlijk. Enorm, dat is, vind ik ook het allerleukste om te doen, om met de zaal te spelen. Om te kijken hoe de energie loopt, waar je op in kan gaan, licht improviserend ook. En veel op festivals dus, maar alles, ja, dus de 6 maanden waarin je het moet verdienen, die zijn weggevallen. De 6 maanden, want dan, dat is het festivalseizoen. Ja, en, mei tot september. En in de winter werkt jouw kleine persoonlijke theatertje ook niet? Af en toe midwinter festivalletjes, ja, dat ja, kan dan nog wel. Je bent echt een festival afhankelijk ben je wat dat betreft. Veel wel. In de winter ben ik wel daarnaast aan het zoeken, doe ik ook andere dingen. Dus ik plaats muziek en theater op andere plekken. Dus bijvoorbeeld bij congressen dat ik dagafsluitingen doe. Dus nou ja, dat is het een beetje. Je loopt best wel tegen de grenzen aan van wat er... nu mogelijk is. Ja. Ja. Terwijl, we denken dan al, tenminste, ik heb tot voor kort, voordat ik me erin verdiepte, altijd gedacht, oké, dit gaat ten koste van juist alle grote producties. Want dat zijn verdienmodellen en voor veel grote producties moet je veel mensen in de zaal hebben en dat soort dingen. Ja. Maar jij bent een vrouwszaakje. Ja. En jij kunt het dus ook niet bolwerken op deze manier. Nee. Omdat het. Dus hoe zie jij de toekomst?
Hoe zie ik de toekomst? Ja, ik ben nogal een positivo. Dus ik wil graag de goede kant zien. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat er op alle gebieden ruimte wordt gegeven aan mogelijkheden. Dus ik zou bijvoorbeeld, nee, omdat ik alleen... Ja, nou, ik kan een klein voorbeeld geven. Mijn partner en ik, wij maken samen wel de voorstelling. Tenminste, ik maak de voorstelling en hij maakt vaak het bouwwerk erbij. Ja, ja. Dus wij doen misschien licht en geluid, of niet? Nee, dat doe ik zelf. Oh, dat doe je ook allemaal zelf? Okay. Ja. Maar goed, als er technische ondersteuningen nodig zijn, dan regelt hij dat. Wij zijn heel flexibel. Wij kunnen heel snel een coronaproef voorstelling zouden wij kunnen maken. Nou, we hebben het idee al liggen. Wij gaan een avond zitten met z'n tweeën brainstormen en er komt een goed plan. Ja, hoe fantastisch zou het zijn als je weet dat je ergens ook het kwijt kan. Nee, maar dat snap ik. Maar kijk, je hebt net beschreven hoe je het doet en wat je doet. Kun je die intimiteit, want dat is jouw ding. Ik bedoel, het grootste is 40 mensen in je theatertje. Ja. Kun je dat dan bijvoorbeeld ook in een zaal waar 100 mensen in zouden kunnen, maar waar dan maar 25 in kunnen. Ja. Maar dan wel op 1,5 meter afstand. Ja. Kun je die intimiteit dan wel oproepen? Ja, dat denk ik wel. Ja, want die intimiteit die is natuurlijk deels ruimte afhankelijk. Het is natuurlijk het fijnst om bijna van degene die naast je zit te voelen wat hij op dat moment voelt. De vibes die hij voelt. Ja, de vibes. Maar anderzijds denk ik ook dat als je... als ik bijvoorbeeld licht in de zaal blijf houden en ik kan de kopjes van de mensen zien, dan zie ik wat er gebeurt. Ja. Dus ik denk dat ik wel de kracht heb om die mooie intieme setting neer te zetten. Nou, dat gaan wij direct eens even uitvinden. Ja. Want je ziet hier, het is een grote zaal, maar je hebt cameramensen en ik luister. Nou, kunnen we het licht straks een beetje aanhouden? Dan kunnen we zien of het werkt voor jou. Maar je moet eerst even... je handtekening zetten. Ja. Hoeveel mensen vertegenwoordig? Ja, niet zo veel als mijn voorganger. Nou, dat hoeft ook niet. Ik denk toch wel een man of drie. Een man of drie. die noteren wij heel graag. Ja. Alle kleine niet eert, hè? Zo is het. Zo is het. En daarna ga je voor ons zingen. Ja. Heeft het een naam? Heeft het een titel? Jazeker. Het is een liedje wat ik heb geschreven voor mijn allerlaatste voorstelling. En die vond ik heel toepasselijk voor nu. Met vooral omdat de discussie over de verzorgingshuizen. Ja. We mogen niet bij onze vaders en moeders komen. En wat nou als je er straks wel mag en ze herkent je niet meer? Ja. Zet je handtekening en wij gaan naar je luisteren. Dankjewel. Dankjewel. Dat was Mees. Ga je... Waar moet ik mijn handtekening? Ja? Op dat grote scherm. Ja, daar mag je hem echt... Ja, wat denk je? Ga je gang. Ga maar... Ja, graag. Maandenlang had hij haar niet gezien. In de tussentijd was ze thuis weggehaald. Al haar spullen weggegeven, alsof iemand daar nog om maalt. Maandenlang had hij haar niet gezien. Werken moest hij in het buitenland. Maar haar gezicht lichtte op toen zij hem zag en ze pakte zijn hand. Ze herkent hem nog, ze herkent hem nog. Daar had hij niet op durven hopen. Ze herkent hem nog, ze herkent hem nog. Terwijl de ziekte haar langzaam blijft slopen. Maar ze herkent hem nog, ze herkent hem nog.
wie weet voor hoe lang. De serveerster in het cafeetje om de hoek zag ze weer samen binnenkomen. Aan zijn grote arm toornde hij haar mee om de benauwdheid wat te ontlopen. Hoekig en breekbaar stond hij aan de bar. En antwoordde toen met een zweem van trots. Ze herkende me vandaag. Ze herkent hem nog, ze herkent hem nog. Daar had hij niet op durven hopen. Ze herkent hem nog, ze herkent hem nog. Terwijl de ziekte haar langzaam blijft slopen. Maar ze herkent hem nog, ze herkent hem nog. Wie weet voor hoe lang. Oh, en ze zit daar maar. En ze kijkt daar maar. In die veel te kleine kamer. Een leven gestript. Tot wat dozen en een tas. Kan het nog werken? Ze herkent me nog, ze herkent me nog. Terwijl de ziekte langzaam blijft slopen. Ze herkent me nog, ze herkent me nog. Hoe die ziekte langzaam blijft slopen. Ze herkent me nog, ze herkent me nog. Wie weet voor hoe lang. Dank u wel.